Welkom at Casa Adil. Vandaag bezoek van een staatssecretaris die tegelijkertijd ook lijsttrekker is van en voor OpenVLD in Antwerpen. Philip de Bakker, welkom hier in Casa Adil. Ook voor hem 10 kaarten met 10 vragen, woorden, begrippen die hij kort mag uitleggen en een joker die je al dan niet 3 keer mag inzetten. Allee. Om zo'n woord, vraag, begrip verder uit te leggen of in de verf te zetten. De eerste klassieker, wie is Philip de Bakker? Philip is een Antwerpenaar, een trotse papa van Sophia en Arthur. Arthur is 2,5 maand, dus dat is nog vers van de pers. Iemand die heel veel houdt van zijn vrouw, Marie. Ik ben een wetenschapper ook. Dat kan ik ook niet wegsteken, dat ik altijd gepassioneerd ben geweest door de wetenschap. En nu een jong gedreven politicus in Antwerpen. Dat kunnen. De tweede vraag, dit is in de eerste plaats natuurlijk een vlog. Voor het Humanistisch Verbond, ik neem aan dat jij een vrijzinnig humanist bent. Absoluut. Wat is vrijzinnig humanisme voor jou? En hoe is dat, of waar kan ik dat zien op persoonlijk en politiek vlak? Ik heb mezelf altijd als vrijzinnig gezien. Ik ben altijd een stuk vrijdenker geweest. Hè. Die vrijheid zit er natuurlijk altijd wel in, dat je mensen de vrijheid geeft om zichzelf te zijn, om te onderzoeken, om hun eigen leven te leiden. Dus dat is voor mij een heel belangrijk aspect van dat vrijzinnige. Het vrijzinnige heeft ook te maken met het feit dat je elkaar ook respecteert. Daar zit ook automatisch voor mij tolerantie in. Daar zit voor mij ook mededogen in. Dat je zegt van iedereen zoekt zijn eigen weg en daar moet je ook respect voor opbrengen voor wat de mensen op hun pad tegenkomen. En dus, dat zijn voor mij twee belangrijke aspecten, die vrijheid en die tolerantie, dat mededogen hoort bij mij allemaal in die vrijzinnigheid. En toen ik ging studeren, eigenlijk zelfs daarvoor al, ik heb me ook altijd liberaal gevoeld. Die individuele vrijheid is ook voor mij heel belangrijk. Ik had ook altijd heel goede contacten met, het zal wel gaan. En dus vanuit die studentenbeweging is ook wel voor een stuk gekomen. En dus dat is iets wat voor mij heel persoonlijk is. Ik ben op dat vlak persoonlijk vrijzinnig in mijn leven. Ik ben atheïst, ik ben wetenschapper, dus voor mij zijn wetenschappelijke bewijsvoering, feiten, evolutietheorie, zo'n dingen, dat is wel heel belangrijk voor mij. En van daaruit ga je ook op zoek naar hoe je met andere mensen in dialoog kan gaan vanuit die eigen overtuiging. En ik denk dat zich ook op persoonlijk vlak uit, doordat je met je omgeving, met de mensen waar je mee op stap bent, zeg ik altijd, dat je ook wel met heel veel empathie mee omgaat. Dat is ook belangrijk om te proberen te begrijpen waarom dat andere mensen andere meningen of andere levenskeuzes hebben gemaakt. En dat komt dan ook politiek terug. Als je vanuit die individuele vrijheid vertrekt, dan moeten mensen ook ruimte geven om hun eigen leven op te bouwen, met rechten en plichten. Dat zit ook altijd in de samenleving samen. Maar die openheid naar mensen toe, om naar mensen toe te stappen en te zeggen van kijk, wat is uw verhaal, waarom geloof je of denk je, of ben je overtuigd van bepaalde zaken en hoe kunnen wij daar in een samenleving samen uitgeraken, is wel een ingesteldheid die je als politicus altijd wel moet hebben. Dus ook van daaruit, denk ik, speelt die vrijzinnigheid voor mij wel een heel grote rol. Zijn trouwens alle liberalen vrijzinnig? Nee, ik denk dat niet. Ik weet van niet. Er zijn ook heel wat mensen die een andere overtuiging aanhangen. Er zijn denk ik ook katholieke liberalen, er zijn ook liberalen die... Is dat de vraag eigenlijk, omdat het woord vrijzinnig in het Frans is liberaal? Ja, in andere contraien worden die twee nu al eens gemixt, maar wij hebben toch sinds de jaren 60, 70 ook als partij een openheid gehad om te zeggen van kijk, wij zijn niet langer alleen vrijzinnig, wij staan ook open voor andere overtuigingen en mensen die dan met ons een stuk van ons partijprogramma op vlak van economie, op vlak van sociaal beleid, dat willen uitvoeren. Het is natuurlijk wel zo dat wij als partij dat vrij denken, die individuele vrijheid en vrijzinnigheid wel heel belangrijk vinden. En je vindt dat ook terug, denk ik, bij heel wat politici die in de partij actief zijn. De derde kaart, fake news. Komt u daar in aanmerking mee en hoe pak je dat op? Hoe ga je ermee om? Ik vind fake news echt wel een probleem, omdat
ook vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond, ik vind feiten heel belangrijk. Ik zeg altijd, you have to write your own opinion, but not your own facts. Hè. Je hebt het recht op je eigen opinie, je eigen mening, maar niet op je eigen feiten. De feiten zijn objectief vast te stellen. En ook in de politiek vertaalt je dat heel vaak, dat ik vind dat je beleid moet voeren op basis van evidenties, van bewijsvoering. En dat je op basis daarvan de democratie ook doet functioneren. Als je dat wegneemt, als je op basis van onwaarheden, op basis van fake news aan beleid gaat doen, dan loopt het gegarandeerd mis, want je neemt ook gewoon foute beslissingen. Ik vind wat je nu eigenlijk een beetje praat over de Amerikaanse president Trump, die een beleid voert dat niet echt gebaseerd is op feiten. Het is niet mijn beleid, hè. Iemand die komt zeggen dat de klimaatopwarming niet juist is. Ik bedoel, daar zijn de wetenschappelijke evidenties heel duidelijk. Maar aan de andere kant, nogmaals, als je kijkt naar het debat rond genetisch gemodificeerde organismen bijvoorbeeld in België, dan stel je ook vast dat er bij bepaalde partijen, Groen bijvoorbeeld, de wetenschappelijke evidentie niet wordt aanvaard. En ik heb daar heel vaak met hen discussies over, om te zeggen, ja, als je zegt van degene die de klimaatopwarming aanvallen zijn allemaal gekke wetenschappers, ja, als dan de wetenschappelijke consensus toevallig is wat je niet leuk vindt, dan moet je ook durven accepteren. En dat is denk ik iets wat je als politicus wel moet doen, dat je ook de gesprekken die je hebt met middenveld, met wetenschappers, met economen, met andere politici, ja, dat je dan ook de feiten die er zijn accepteert en van daaruit beleid gaat voeren. En dat vraagt ook weer een stuk openheid. Hè. En daar komt dan opnieuw die vrijzinnigheid, de zoektocht naar waarheid, kan ook alleen maar in discussie en als je ook de wetenschap erachter accepteert. Dan zou ik graag willen weten wat de feiten zijn achter de hoofddoek en wat een liberale lijsttrekker voor op een Wilhelmina wat we daarover vindt. We hebben altijd gezegd dat mensen kiezen natuurlijk hun eigen religie, dat staat vrij, dus ze mogen op dat vlak ook dragen en hun religie beleven. Alleen op het moment dat je in overheidsdienst komt, en voor mij geldt dat dan heel specifiek in twee gevallen, op het moment dat je een gezagsfunctie krijgt, dus als je een rechter bent, een politieagent, als je macht uitoefent over iemand anders, of een loketfunctie, dan vallen de uiterlijke geloofstekenen weg en dan moet je neutraliteit. Dus politieagent met een tulband of een hoofddoek zoals in Engeland kan niet. Nee, omdat je in Engeland een ander systeem hebt. Daar heb je een systeem dat Anglo-Saxisch geïnspireerd is. Wij zitten veel meer bij het continentaal systeem rond de laïciteit. En dus ik vind dat je het debat ook heel zuiver moet voeren. Dus bijvoorbeeld bij de Groendienst kan bij mij perfect wel iets dragen dat zijn geloofsovertuiging duidelijk maakt. Maar voor mij is het een kwestie van respect. Op het moment dat iemand zich aandient en iets verlangt van de overheid, dan dient de overheid in al zijn activiteiten en ook in zijn uiterlijkheden neutraal te zijn. En dus dat wil dus zeggen dat voor mij in vlak van gezagsfuncties, op vlak van loketfuncties, die neutraliteit echt wel gewaarborgd moet worden. En dat voor de rest ook voor mij als liberaal de vrijheid geldt. Hè. Ik heb ook absoluut geen enkel probleem. Integendeel, ik zal ook zelfs altijd degene zijn die dat ook verdedigt, dat mensen hun geloofsovertuiging kunnen uiten op de werkvloer of in de publieke ruimte. Voor mij hoeft dat ook niet. Voor mij is religie iets persoonlijks, is een privé aangelegenheid. Dat wil niet zeggen dat ik het niet kan laten zien in de publieke ruimte. Maar dat is wel een nuance die soms verloren gaat door mensen die zeggen, absoluut niet, want hè, dat is dan... Nee, voor mij is het een kwestie van respect voor de burger die naar de overheid toestapt. En hebben we het dan enkel over religie? Of... Ik denk dan aan iemand met een regenboog-t-shirtje die zijn seksuele geaardheid wil tonen. Nee, want die kies je niet. Daar hebben we in het begin van de legislatuur een discussie over gehad met Bart de Wever, die toen vond dat ook regenboog-t-shirts dan maar verboden moesten worden. Dat vind ik dus niet. Ik vind dat je daar heel duidelijk iemand zijn geaardheid is niet vergelijkbaar met iemand zijn religieuze keuze. Dat is dus voor mij iets fundamenteel verschillend. Dat is wat iemand is. En gelukkig veranderen ook sommige mensen van gedacht als ze op vlak van religie. Hè. Dus ik denk dat daar toch een fundamenteel verschil tussen is. Iets helemaal anders. De lage emissiezone in Antwerpen, heeft die zin? Ik denk dat wel. Ik denk dat je ook daar de weg van de geleidelijkheid moet kiezen. Dus ik denk dat het nodig is dat wij een stad, dat we nadenken hoe dat we meer zuivere lucht kunnen krijgen. Dus we hebben ook die lage emissiezone hebben wij ook als liberalen gesteund. Alleen denk ik dat het werk niet af is. Een lage emissiezone alleen is ook maar een schijnoplossing. Dus je zal ook andere dingen moeten doen. En bijvoorbeeld zaken die wij hebben voorgesteld, is veel meer ruimte geven aan fietsers in de binnenstad bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met scheepvaart. Hè. Dat is nogal duidelijk dat er een aantal schepen, cruiseschepen bijvoorbeeld, in de binnenstad komen. Zeggen wij, investeren in walstroom, zodat in ieder geval die motoren uit kunnen
bij het binnenvaren en het aanmeren. Dus het zijn allemaal zaken die moeten helpen om in Antwerpen toch meer propere lucht te krijgen. Je moet meer investeren in groen, in parken, in ruimte, open ruimte voor mensen. Dus de lage emissiezone op zich werkt alleen niet, maar je zal de lage emissiezone moeten combineren met andere maatregelen om van Antwerpen een veel leefbaarder, groenere en propere stad te maken dan vandaag. Ik weet niet of je er tijd voor hebt. Boeken, magazines, tv, film, wat lees je, bekijk je nu, wat raad je aan? Wel, ik was een veellezer. Ik heb altijd in mijn studententijd en ook als ik pas begon te werken nog heel veel kunnen lezen. En ik heb zienderogend mijn stapels boeken, want ik koop nog echte boeken op papier. Ik vind dat je boeken op papier leest. Op het vliegtuig en zo lees ik wel eens iets op een e-reader, maar ik vind dat je moet ook ruiken, de boeken moeten ruiken. Dat is, dus ik zie die stapels in groter worden en ik lees eigenlijk voornamelijk non-fictie. Ik lees heel wat filosofie, ik lees heel wat economie, ik lees heel wat maatschappelijke... En dat heeft vooral natuurlijk te maken met je wetenschappelijke achtergrond. Ik vind het altijd interessant ook om te kijken wat er ook op verschillende andere politieke fronten zich afspeelt. En nu deze zomer heb ik toch een klein beetje vakantie genomen, de stilte voor de storm gebruikt om een beetje te herbronnen en wat bij te lezen. Dus dan probeer je toch eens in de Groene Waterman in Antwerpen binnen te lopen of toch eens wat speciale boeken te bekijken. En dus dat lukt wel. En qua films probeer ik wat te volgen, maar meestal tegen dat de film dan op tv komt, dan ben ik wel terug mee. En series, want met Netflix en zo kan je natuurlijk ook s'avonds wel eens kijken. Dat gebeurt dan wel eens als we in het weekend wat tijd hebben, dat ik met mijn vrouw wat series bekijk. Een vraagje in de eerste plaats voor mijn cameraman. Basisinkomen, wat is jouw mening erover? Ik vind het idee achter het basisinkomen heel interessant. En voor mij heeft het basisinkomen twee componenten. Even een ene component van, geeft dus mensen eigenlijk een basisinkomen om nadien dan te kunnen en meer ruimte te hebben voor de dingen die ze graag doen. En ook ervoor te zorgen dat ze een minimale levensstandaard kunnen hebben. Aan de andere kant heeft het voor mij ook het aspect van, de overheid is dan ook veel minder sturend. Hè? Want nu geven we kleine subsidietjes, tegemoetkomingen, belastingkortingen. Dat kost ook een heel apparaat erachter. Minder sturend is. Dus minder sturend is goed. Ja. Dus op dat vlak denk ik dat conceptueel dat het een heel interessant idee is. Alleen opnieuw, als ik de studies zie, is de kostprijs van het geheel toch wel heel hoog. En denk ik ook dat wij in België ook gelijk moeten oversteken. Want wat je dreigt te zien is dat men zegt, we voeren het basisinkomen in, maar we behouden al de rest ook. En je moet dus een manier vinden om gelijk over te steken. Dus we hebben als partij gezegd, en dat is een hele lijn bij ons in het parlement, die daar heel hard en gedreven mee bezig is, heeft die vraag van, kijk, onderzoek de verschillende scenario's van, wat gebeurt er als je mensen 250 euro geeft, wat gebeurt er als je mensen 500 euro geeft, wat gebeurt er als je het één keer per jaar doet of maandelijks uitbetaald. Dus dat wordt nu allemaal onderzocht. Ik ben eigenlijk ook wel redelijk benieuwd naar de uitkomst van die studies en ook van de experimenten die in het buitenland zijn gebeurd, die tot hiertoe, zoals ik het toch lees, niet altijd even succesvol waren. Maar het blijft een interessant concept, omdat je voor een stuk de sturende overheid voor een stuk vervangt door de keuzevrijheid die mensen zelf hebben. En wat je bijvoorbeeld in Antwerpen zou kunnen doen, en dat gebeurt ook al in een aantal in het buitenland, daar hebben we het wel van gepikt, is om bijvoorbeeld in mensen die proberen hun leven terug op te bouwen na een heel moeilijke periode, om daar eigenlijk dat paternalisme uit het systeem weg te nemen en via een soort van basisinkomen die mensen terug voor een stuk op weg te zetten. En dat blijkt in het buitenland wel voor een stuk te werken. Een heel andere vraag weer over water. De Noordzee of de Schelde? Ik zeg altijd de Westerschelde, dan stel ik iedereen gelukkig. De Schelde is voor Antwerpen zo'n belangrijke rivier doorheen de geschiedenis. Economisch, maar ook sociaal en cultureel en ethisch vlak. Dat water is altijd een deel geweest van Antwerpen. Ik ben ook iemand die altijd aan het water tot rust komt. Ik heb water nodig om tot rust te kunnen komen. En dus vandaar dat de Noordzee mij ook wel heel genegen is. Ik ben als kind altijd op vakantie geweest aan de Noordzee. En ik denk dat elke Belg heeft dat zo een beetje een nostalgisch gevoel bij de Noordzee. Als je nu ziet wat daar allemaal gebeurt, en ik heb nu het privilege om dat ook te zien als staatssecretaris, dat er activiteiten van visserij tot ecologische bescherming van onze Noordzee, hoe dat we dat kunnen doen, dat we vervuiling kunnen tegengaan, maar ook het belang van de scheepvaart, de windmolens op zee, hoe dat onze energievoorziening daar meer en meer van afhankelijk wordt, de havenbedrijvigheid en de industrie die daar aan gekoppeld is.
Maar ook opnieuw de openheid. Hè. De havens en de zee zijn altijd plekken geweest waar er vrijheid is, waar je ook zelf verantwoordelijkheid moest pakken, waar je ook in contact kwam met andere nationaliteiten, met andere culturen. Dus die openheid van de Noordzee en de Schelde, die tekenen ons ook wel als land. En ik vind dat we ook moeten behouden. We moeten er ook alles aan doen om die openheid die daaruit komt ook vast te houden. En zou je dan ook zo ver kunnen gaan om je job als staatssecretaris in te ruilen voor schepen van haventoestanden in Antwerpen? Moet dat ooit nodig zijn? Ja, ik denk als je burgemeester kan worden van Antwerpen, dat je dat gewoon moet doen. Dat is de schoonste job dat er is, denk ik, omdat je daar ook echt... Ja, je hebt als burgemeester vat op een stad. Je hebt als burgemeester de toon van een stad. Hè. De manier dat je spreekt, de manier dat je met mensen omgaat, de projecten die je naar voren schuift, de visie die je uitstraalt, definiëren ook een stad. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de mensen daarbuiten, dat ze naar je stad kijken. En dus ik denk dat als burgemeester dat je echt wel enorm veel impact kunt hebben op het dagdagelijks leven van mensen. En dat enorm kunt verbeteren. En denk je dat... Antwerpen liberaal zou kunnen zijn? Ik denk dat Antwerpen terug klaar is van een liberale burgemeester. We hebben de afgelopen jaren een socialistisch beleid gehad, daarvoor waren christendemocraten, maar eigenlijk sinds de start van België, 1830, waren de eerste burgemeesters, duurde decennia, waren liberale burgemeesters. En die hebben die stad ook mee vormgegeven, hebben die stad ook die grandeur gegeven, hebben die stad ook die openheid gegeven. Dus ik denk dat het eigenlijk terug tijd is voor een liberale burgemeester. Kaart 9, euthanasie. Wanneer zou je er zelf over nadenken en wanneer zou je, of denk je dan dat ik als MS-patiënt zou moeten kiezen voor euthanasie? Met andere woorden, wellicht de lat. Maar de essentie van de euthanasiewetgeving die wij vandaag hebben, is dat juist dat elk individu, elke mens, dat zelf moet kiezen. Dat is juist de keuzevrijheid die we geven aan mensen. We zeggen niet dat iets moet, we zeggen juist dat we een mogelijkheid geven voor mensen die ondraaglijk lijden, die fysiek en daar hoort voor mij ook een mentaal aspect bij, die van kijk, ik ben op, ik heb er genoeg van, ik heb daar heel bewust ook voor gekozen om deze kwaliteit van leven niet te moeten aanhouden, dat je dan de optie krijgt om dat te doen. Het is een mogelijkheid, het is een vrijheid die we gunnen. En dat is wel een belangrijk aspect voor mij, dat je daar ook mensen over informeert, dat je ook de juiste informatie geeft. Dat dan mensen alle informatie hebben om te kunnen kiezen hoe dat zij op een waardige manier de laatste dagen, maanden, jaren van hun leven willen doorbrengen. En ik heb het juist al verteld, mijn grootmoeder had ook MS, die is 87 geworden. Ik heb, toen ik geboren ben, is de diagnose gesteld. Toen mijn zus geboren is, die 2 jaar jonger was, liep ze met krukken. En toen mijn broer geboren is, die 6 jaar jonger is, als ik zat ze in een rolstoel. En ik heb heel het proces van heel dichtbij meegemaakt, dat een heel actieve, intelligente vrouw was die afhankelijk werd van andere mensen en die thuis verzorgd is geweest. En dat was, mijn grootvader heeft zijn job opgegeven om voor haar te kunnen zorgen. Nadien is er nog extra zorg bijgekomen van familie en vrienden. En nadien is zij de laatste jaren van haar leven echt in een home, in een rusthuis geweest, omdat mijn grootvader is overleden. Dus, en zij heeft er nooit over gesproken of uit, en zij heeft er nooit die keuze willen kunnen durven maken. Maar ik ben wel blij dat... Ik denk, als ik in zo'n situatie terecht zou komen, zou ik heel blij zijn dat die optie er is. Dat je zelf kan beslissen van, kijk, dit is genoeg en ik kies voor euthanasie. En daarin durf je, of kan je niet zeggen van, ik zou voor euthanasie kiezen als ik te veel pijn heb? Ja, ik heb een aantal mensen in mijn omgeving die voor euthanasie gekozen hebben. Onder andere door pijn, maar ook omdat ze het vooruitzicht dat ze hadden in hun ziekteontwikkeling niet wilde ondergaan en daardoor die keuze hebben gemaakt. En dus ik kan alleen maar heel veel respect opbrengen voor de keuze die mensen hebben gemaakt, want ik denk dat dat een heel moeilijke keuze is om zelf te zeggen van kijk, dit is genoeg en ik stap er nu uit. Je hebt maar één leven, dus dat is ook hetgeen waar je dan zelf voor kunt kiezen. Maar ik ben wel heel blij dat wij als liberalen, maar ook als maatschappij, dat mogelijk maken. Dat we ook mensen die keuze geven, want je hebt ook heel veel... Ik heb in het Europees Parlement gezeten, als ik met heel wat collega's vooral in katholieke landen sprak, was het toch heel vaak van nee, dat is een stap te ver en dat kan niet. En terwijl dat juist bij ons, dat progressieve, dat vooruitstreven op dat vlak, op ethisch vlak, toch heel wat mensen, denk ik, ook heel wat ongeluk en ook de omgeving rond mensen heel wat ongeluk. En is dat niet storend? Je dan moet samenwerken met mensen uit landen waar zoiets absoluut niet kan? Ja, maar ik probeer dan ook wel te overtuigen van
ook liberaal het overtuigen van, kijk, als je echt gelooft in individuele vrijheid, is de ultieme individuele vrijheid die je neemt, is de beschikking over je eigen leven. Dat zit in liberale ingebakken, dat is van Mill tot Locke, is dat zelfbeschikkingsrecht is zo essentieel op alle vlakken, dat ook in de dood dat zelfbeschikkingsrecht moet spelen. En dat je als mens die keuze zelf moet maken, zonder druk van buitenaf, maar je zelf moet beslissen waar dat voor jou de grens ligt. En die ligt anders voor elk individu. Dus ik kan nu ook niet moeilijk inschatten van als ik zelf in een bepaalde situatie terecht zou komen, wanneer dat ik zou zeggen van kijk, dit is wel doen. Omdat je denk ik ook de emotionele impact daarvan moet bekijken. Een leukere kaart om te eindigen. De 10 taartjes, de liefde. Wat is jouw liefde? Wat denk je over de liefde? Is er een tekort aan liefde? Ja, ik vind dat wel. Ja. Ik vind dat wel. Ik vind dat mensen veel te weinig liefde naar elkaar betuigen. Ja. En dat heeft ook met te maken hoe dat mensen elkaar benaderen. En ik denk dat de politiek dat nog extrapoleert. Wij zijn altijd tegenover elkaar. We zijn altijd in. Maar ik heb wel zoiets van, oké, je kan op een aantal zaken van mening verschillen, maar dat maakt van die andere persoon geen slechte mens. Het is niet omdat je een andere oplossing zoekt voor hetzelfde probleem, van klimaatopwarming tot armoede, van mobiliteit tot ethische vraagstukken. Het is niet omdat je van mening verschilt over de oplossingen of het soort van wetgeving dat je wilt maken, dat de andere persoon dan een slechte mens is. Er is heel vaak zo'n intensief proces gemaakt van, en dus dat is niet alleen in de politiek, dat is ook in het dagdagelijks leven van, jij bent zo, dus je zult dan wel zo denken. Terwijl, nee, mensen hebben hun eigenheid. Dus die liefde heeft voor mij ook te maken met, dat brengt ons misschien terug tot het begin van het gesprek, van dat je mensen respecteert, dat je tolerant bent, dat je ook probeert te begrijpen waarom dat mensen bepaalde posities innemen in hun leven of keuzes hebben gemaakt in hun leven op basis van hun eigen geschiedenis. Dus er is volgens mij te weinig liefde en ik probeer op persoonlijk vlak, ik ben altijd heel verliefd op mijn vrouw en er is, ik heb 2 kinderen, een dochter Sophia en een zoon Arthur en dat is weer een ander soort liefde, dat is dan een andere soort, dat is een soort liefde die ik nooit had gekend, die en is, zoveel verder is dan. Is politiek altijd een soort van liefde geweest, een passie? Ja, ik vind dat meer een passie, dat is iets wat ik me heel veel passie doe. Is dat niet heviger dan? Ja, passie is een deel van liefde. Hè. Bij liefde komt de verliefdheid, dat is het heel emotionele, dat is het passionele, maar dat komt ook, zeker als je een lange relatie hebt en verantwoordelijkheden naar kinderen toe bijvoorbeeld, komt er ook een rationele component bij, komt er ook een verschillende componenten komen daar samen. En, dus ik denk dat ik in mijn leven, en dat is een geluk, verschillende soorten van liefde ken. Ik krijg heel veel liefde van mensen rondom mij heen, maar vooral de belangrijkste mensen, je familie, je vader, je moeder, die liefde die je daarvan krijgt en kunt teruggeven met je vrouw en zeker naar je kinderen toe, dat is iets wat voor mij heel onverwacht was. Maar als ik je zo hoor praten, denk ik niet dat je liefde mist. Nee, persoonlijk misschien niet, nee. Ik zie wel rondom mij heel veel mensen die dat wel voor een stuk missen en die soms vereenzamen of ook door de keuzes die ze soms zelf hebben gemaakt, maar ook soms door omstandigheden. En ik vind dat als maatschappij die dat mededogen en contact houden met mensen en ook te laten zien dat er nog altijd, zelfs in moeilijke tijden, heel schone dingen zijn aan het leven, dat je dat ook altijd wel voor ogen moet houden en probeert ook aan mensen door te geven. En dus dat is iets heel persoonlijk dat je liefde invult, maar ik denk dat in het algemeen onze maatschappij het toch altijd sneller en sneller ook voor een stuk gaat en die minder en minder omkijkt naar mensen soms ook die liefde. Maar is dat niet de taak van de politiek in het algemeen? Nee. Nee, ik zie heel veel organisaties, ik zie heel veel vrijwilligers, ik zie heel wat mensen. Het voorbeeld dat ik eruit heb gesproken, als ik zie dat mijn grootmoeder verzorgd is geweest door familie en vrienden, ja, dat is een liefde die heel ver gaat. Dat zijn mensen die uren van hun tijd zeggen van oké, omdat ik die persoon graag zie, ga ik die helpen. Dus nee, maar is dat er geen organisatie achter die politiek een beetje wordt bijgestuurd? Ja, maar ik denk dat doorheen alle partijen en doorheen alle structuren ook wel probeert. Alleen slagen wij als maatschappij niet altijd in om de juiste manier te vinden om dat te doen. Dan is het heel belangrijk denk ik, dat mensen zelf ook verantwoordelijkheid nemen en zeggen oké, dat is een deel van mijn leven. Ik ga dan mijn liefde voor een stuk ook aan dat soort van projecten of mensen geven om er ook voor te zorgen dat die ook goed voelen in de maatschappij. En, dus ik vind dat je niet als overheid alles moet oplossen of moet controleren of in de structuur gieten. Ik denk dat er ook heel wat ondersteuning mogelijk is naar mensen die het goed menen, die,
ja, die, die hun eigen liefde willen doorgeven. En dat is enorm belangrijk. Natuurlijk een erg liberaal standpunt van de regering of de politiek moet niet bepalen wat mensen moeten voelen naar liefde toe en zo. Meneer De Bakker, enorm bedankt dat u hier vandaag was. Het was een leuk en boeiend gesprek. Graag gedaan. Ik wens je veel succes. Dank je wel. In je politieke carrière en bij de komende verkiezingen. Dit was Ad Casa Ad Illum. Vrijzinnige groeten en tot de volgende.